leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Kelly en jullie zien hier potlood liggen en ja, papier. Ik ga de Charlie Challenge doen. Ik weet niet, ik denk dat het gewoon niet dat hij of zij gewoon niet bestaat. Maar ik weet niet. Ik vind het toch zo'n beetje eng. Maar oké, ik ga gewoon de vraag stellen. En ik ben echt super bang. Ik weet ook niet waarom. Ik heb zo net heel veel Charlie Challenges gekeken. En toen nog, heb ik lang niet gepost. Onderwerp. Jongens, doe alvast even een like. Voordat ik dit in elk geval durf. Want ja. Oké. Oké, ja, ik zit helemaal op de grond. Zit niet lekker gewoon. En dan ga ik gewoon beginnen. Oké. Charlie. Are you here? Wacht, ik pak even dat ding. Ik weet niet of dat jullie het goed kunnen zien. Maar er staat hier yes, hier no. En hier ook yes. Oké. Wat? Wacht, ik ga het even opnieuw doen. Fuck. Oké. Charlie, are you a boy? What the fuck? Jongens, oh my god. Wacht, wat? Zo, ik dacht even dat het potlood was bewogen. Oh my god, volgens mij is het potlood bewogen. Oh my god, jongens, ik had dit punt, deze punt had ik echt precies op dat lijntje liggen. Hij staat daar, yes! Oh my god. Echt. Charlie. Als Charlie er echt is, hè. Ik heb het hele verhaal achter Charlie gezien. Oh my god. Ik ben ook helemaal alleen thuis, dus. Ik heb niemand. Ik heb het een keer in groep 4 gedaan. Toen was iedereen er bang voor. En toen deed ik en een meisje uit de klas het toch. En toen ging ze het elke keer verpesten. Toen deze. Zo. En ja, dat was niet heel erg fijn, maar oké. En toen kreeg ik echt nachtmerries, maar ik ben nu ouder en hopelijk krijg ik dat nu niet. Oh my god. Oké. Charlie. Ik hoor echt geluiden bij de deur af. Kom, wacht even. Voor de zekerheid. Oké. Okay. Zo, ik even. Godverdomme, is dat potlood naar boven? Ik vind het echt eng. Charlie, are you here? Even hier zitten om vanaf de bovenkant te kijken. Nee. Oh my god. Ik weet het niet. Kijk, ik blijf het doorvragen, hè. Charlie, are you here? Wat de fuck? Ik weet niet of jullie het zeggen, maar volgens mij bewoog je echt. Oh my god. Oh, mijn hart gaat echt een keer. Oh my god.
Ik heb echt maar geen zin om deze video nu weer af te kijken. Als we niet de 100 likes of zo halen, ga ik echt... Ik weet niet wat ik dan ga doen, maar dan ga ik... Als we de 100 likes halen op deze video, maak ik er een vervolg van. En ja, dan neem ik kamer op, anders mijn ouders thuis zijn. Maar ja, dus als we de 100 likes krijgen, ja, dan ga ik doen en de 50 abonnees. Oké, niet 50 abonnees, gewoon 100 likes. Dat vind ik al genoeg. Oké, ja. Even dat potlood hier goed leggen. Sorry, ik ben niet. Charlie, Charlie, are your hair? Zo, ik dacht even dat het weer aan het bewegen was. Oh, what the fuck? Jongens! What the fuck? Ik weet zeker dat jullie het zeggen. Dat ding bewoog. Ik ben hier echt letterlijk bang, hè. Weet je wat ik nu ga doen? Weet je wat ik nu ga doen? Fuck Charlie, Charlie. Oké. Zo, misschien potloden. Echt, ik ga heel dit ding verscheuren. Ik denk dat Charlie juist nog boos gaat maken, maar ik heb op YouTube gezien dat als je elke dag dan wit wordt Charlie of zo, dat hij of zij je uiteindelijk met rust gaat laten wachten. Ik ga even nog wel één ding vragen. Of... Oké. Charlie, wacht. Jeetje. Charlie, Charlie. Eens kijken of dat hij ook Nederlands is, maar nee. Charlie, Charlie, are you a boy? Wacht even. Ik weet het echt niet, hè. Oh mijn god. Wacht, is het nou een jongen? Nee, is Charlie Charlie een meisje? Volgens mij is het toch een jongen. Laat het maar op een jongen houden. Ik stop gewoon echt waar met de video hoor. Oké, ik ga even bidden voor Charlie. Ik kom zo terug. Oké, ik heb het gedaan. Nee, serieus, ik ben echt 5 minuten bezig geweest. Oké, nou... Nee, zo. Ik dacht even dat potlood weer verschoven was, maar nee. Nou, dit was de video voor vandaag. Ook al bekend als de Charlie Charlie Challenge. En onthouden, als ik de 100 likes heb, komt er misschien een vervolg. Want wat er net is gebeurd, ben ik echt niet meer zeker van mijn leven. Ja, dat. Oké, nou. Laat een abonneer op dit kanaal. Laat ook reacties achter wat jullie denken. Of jullie denken dat Charlie Charlie bestaat of niet. Nou, in mijn geval denk ik van wel. En ja, tot de volgende keer. Bye!